Hoe neem ik op? Met de rode knop. Record. Microfoon. Piano. Zorg in ieder geval dat de record enable aanstaat in je DAW. Neem op. Kijk of het geluid binnenkomt. Je ziet meestal een signaaltje, een lampje branden zodra je speelt. Sluit de microfoon aan. Blaar erin. Draai de gain omhoog, de voorversterking. En je kan opnemen. Audio. Geluidgolven. MIDI. Balkjes. Hey, de vorige keer heb ik lagen gesampled. Ik heb wel twee layers. Die heb ik gesampled met resampling. En dat resamplen, dat doe ik ook vaak als ik effecten wil maken. Bijvoorbeeld rises. En rise is omhoog. Dat kan heel erg mooi zijn om iets aan te geven of ergens naartoe te gaan. Dit is de kickdrum die ik gemaakt heb. Met de twee lagen. Ik ga hem nog even bewerken. Wat mooi is vaak voor rises is dat het langzaam opkomt. Ik ga er een reverb op doen. Een galm. Even kijken hoe die klinkt. Misschien iets te veel galm. De verhouding tussen droog en galmgeluid. Misschien wel wat langere galm. En dan ga ik hem in plaats van resamplen, doe ik wat anders. Ik freeze de track. En freeze betekent dat hij eigenlijk een audiofile hiervan maakt. En nu zie je dat dit blauw is. In Logic is het één stap rechter muisklik en bounce in place. En dan heb je je audio op een nieuwe track. Ik kan deze audiofile, en omdat het gefrozen is, kan ik hem nu gewoon afspelen. Is het eigenlijk audio wat op de achtergrond afspeelt. Dus ik kan het effect niet meer gebruiken. En ik kan hem ook flattenen en dan laat hij de audiofile zien wat het is geworden. Dit is het staartje wat er, de freestyle, wat erachter is gekomen. Dat maakt hij los even aan. Ik kan het ook precies op maat maken. Dus nu staat er de galm op. En rises, dit is meer een boom, dus een korte attack en daarna komt het geluid en sterft het af. Riser is eigenlijk precies andersom, dit is eigenlijk een soort fade-in, langzaam geluid en dat loopt op. Dus dat ga ik doen. Ik ga deze file ga ik omdraaien, oftewel reverse. En hier zit een knopje reverse. Eigenlijk elke DAW en audio editor heeft wel zo'n functie. En dan is het dus achterstevoren. En omdat ik het precies twee maten heb gemaakt, maat 1, maat 2, is de riser precies twee maten lang. Nou, het begin is vrij zacht, dus dat zal een beetje zacht zijn. En dat loopt op en daarna kan bijvoorbeeld de muziek beginnen. Soms is dat staartje, omdat dat echt een klikje is, niet zo heel erg mooi. En kan je dat eraf halen. En de voorkant vind ik eigenlijk ook niet zo geslaagd, want er zit voornamelijk stilte. Dat zou je opnieuw kunnen bouncen of opnieuw kunnen freezen. Daarom is het vaak handig om even een dubbele track ervan te maken als je een stap terug wil. Want je kan nu niet meer een stap terug. Ik kan er wel in doen. Maar. Dus nu heb ik mijn riser gemaakt. Met een hele simpele. Met twee layers, geresampled, gereversed, met een effect erop. Doe het niet of juist wel. Ik heb hier nog even van de vorige keer een koebel. En wat een van de effecten is van digitale audio, in tegenstelling tot analoge audio,
Je kan je misschien voorstellen met een band, een cassetteband of een multitrack tape. Wil je de toonhoogte omlaag of omhoog brengen? Laat je de motor sneller of langzamer spelen, afhankelijk van wat je wil. Digitaal kan je natuurlijk makkelijk iets omhoog en omlaag stemmen en spelen. En zeker met een sampler. Nou gaat dat eigenlijk altijd ten koste van de geluidskwaliteit. Dus speel je hem op de originele toonhoogte af, dan is hij exact hetzelfde als de sample. Maar ga je de toonhoogte veranderen, dan krijgt hij een ander timbre. Hier hoor je eigenlijk, dat noemen ze artifacts. Het is misschien moeilijk te waarnemen geluid en effect. Je hoort ook dat hij sneller is. Je kan je misschien voorstellen, het geluid moet opgerekt worden. En wat hij dan doet, is eigenlijk is al het geluid, dat zijn sampletjes. Dus één sample, een stuk geluid, dat zijn meerdere sampletjes. Sterker nog, dat is gelijk aan je sample rate. Je sample rate is het aantal sampletjes per seconde wat de waveform uiteindelijk wordt. Dus als je heel erg inzoomt, dan zie je eigenlijk die puntjes en dat zijn allemaal samples. En wil je dat hoger of lager, sneller of langzamer, dan moet hij dus eigenlijk sampletjes ertussen zetten. En dat herhalen en loopen. En dat heeft zo zijn voordelen en nadelen. Natuurlijk dat je hem omhoog en omlaag kan spelen. Maar het gaat ten koste van je geluidskwaliteit. Daarom is het vaak wijs om, als je geluid opneemt, een instrument, een zang, wat dan ook van bom, om het op de toonhoogte op te nemen en te spelen waarop je het wil hebben. Nou is juist door de komst van de sampler is er een techniek ontstaan om het juist eigenlijk te misbruiken, om samples veel hoger of lager of sneller of langzamer af te spelen. En juist omdat dat iets doet met de geluidskwaliteit, heeft dat een bepaald karakter. Zo zijn er verschillende samplers met verschillende algoritmes, dus een soort wiskunde of natuurkunde op de achtergrond, die nagaat hoe die dan met die verschillende sampletjes omgaat om te stretchen. Je hebt dat in Ableton Live, heb je dat zitten als je een geluidsfile pakt. Nog zo'n mooi instrument. De agogo. Ook een percussie-instrument. Als je hem op warp zet, dan wordt hij gestretched naar het tempo van je track. Dus hier heb je het tempo van je track en hier heb je het tempo van de sample. En dit is een schatting. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Je kan dat zelf nog stretchen. En dat stretchen, dat gaat aan de hand van een algoritme. Nou, fancy name. Interessante naam. En dat heeft zo zijn kwaliteit. Of juist gebrek aan kwaliteit. En hier heb je de verschillende algoritmes zitten. Dus de verschillende klankkleuren die je daardoor krijgt. Dus ga ik hier mijn sample even afspelen. Ik heb hem op loop staan. Als ik hem nou ga stretchen, dan hoor je, en zeker bij grote stretches, zeker als je hem uit elkaar trekt, in plaats van sneller maakt, langzamer maakt, krijg je die artifacts. En dit algoritme bepaalt hoe die deze klank eigenlijk interpreteert of omgaat met de sample. Dus je hebt hier beats, dat gaat uit van ritmische elementen, tones en textures, dat gaat uit van toonhoogtes of texturen.
repitch, dan gaat die juist hoe meer of minder je stretcht de toonhoogte ook aanpassen. Dat is meer zoals een bandrecorder vroeger werkte. En dan hebben we nog Complex en Complex Pro. En dat vooral Complex Pro, dat hoor je eigenlijk de minst artefacten. Dus hier hoor je aan het einde hoor je die herhaling. Dat zijn eigenlijk samples die hij de hele tijd herhaalt. En dat kan je dus natuurlijk ook misbruiken. Fijn, gaan we even boren. Dus er komt een soort ritme in. Nou, is dit dan een ritmisch geluid? Je kan het gebruiken in een ritme. Maar er zit geen tempo of ritme in. Dan wordt er niet mee gespeeld. Dus hij stretcht hem en op een gegeven moment hoor je herhalingen. En dat zijn dus die samples die herhaald worden. Tones met grain size, dat is de grootte van de samples. Die kan je aanpassen, groter of kleiner maken. Kleine samples. Groter, dan hoor je het eigenlijk als herhaling. Een soort loopjes. Tones, texture. Doet dat ook, maar gaat daar iets anders mee om. Die herhaling. Dat heeft dus ook juist heel... weer wat. Kijk, hoe meer ik hem stretch, hoe lager die wordt. Dus als ik hem kleiner maak, dan wordt die hoger. Hier. Oorspronkelijke geluid. Hier, je kan dat puntje overal neerzetten en stretchen. Het wordt bijna een kerkklok. Dat is meer voor complete muziekstukken. Dus het sneller, langzamer, hoger en lager maken. In de ene stijl wordt het gezien als een doodzonde, oftewel moet je vooral niet doen. In andere stijlen is het heel erg normaal, zeker als samplers veel worden gebruikt. Het geeft een bepaald karakter en stijl en daar moet je maar net van houden. En als je er van houdt, dan komt dat heel erg goed uit. En geeft het net even een ander karakter dan een simpele koebel of agogo in dit geval. Dan stilte. Stilte is in muziek net zo belangrijk als geluid. Dus wanneer de stiltes vallen, hoe lang de stilte duurt, het bouwt ook een soort spanning op naar juist wanneer er geluid is. Dus je kan daar ook mee spelen en het biedt ook ruimte in muziek. Dus eigenlijk zijn de noten voor de rust en ook het programmeren van geluid is stilte minstens zo belangrijk als het geluid zelf. Dus denk er maar eens over na. Stilte, je hebt meer stilte in muziek dan je op het eerste oor zou horen. Dan de term input en input ingang. En het klinkt misschien heel logisch, dat is wat in een apparaat gaat. Nou... heb je met dezelfde plug, bijvoorbeeld de jackplug, die wordt gebruikt bij gitaar. En die gaat in de gitaar, maar het geluid gaat uiteindelijk uit de gitaar. Er komt wat stroom op de elementen te staan en daardoor wordt een magnetisch veld opgewerkt. En dat gaat dan in de input van je geluidskaart of je preamp. Output is natuurlijk een uitgang en gaat naar iets anders toe. Dus bijvoorbeeld in het geval van een geluidskaart is je output gaat naar je boxen toe
of naar je koptelefoon, of als je verschillende boxen hebt, bijvoorbeeld eerst naar je mixer, gaat in de mixer, gaat uit de mixer en dan naar de boxen of naar je koptelefoon. Het is altijd goed om te begrijpen wat een input en een output doet, omdat zeker in de wat grotere studio's en setups kan het wel eens verwarrend worden. Een belangrijke stelregel en manier van werken is altijd van output naar input te gaan. Dus heb ik bijvoorbeeld een synthesizer, hardware, en ik wil die synthesizer bewerken met bijvoorbeeld een gitaarpedaal, zoals een galm. En die wil ik dan naar een gitaarversterker, omdat die een bepaalde sound heeft. En die wil ik dan naar een microfoon. En die microfoon gaat naar een preamp. En die preamp gaat naar een geluidskaart. Dan is het belangrijk om eerst, en dat is eigenlijk een soort routine, dus elke keer moet je eigenlijk daarmee beginnen. Je hebt je synthesizer, die geeft volume, daar komt geluid uit. Als je dat niet zeker weet, misschien even je koptelefoon erop aansluiten. Daar komt geluid uit. Output gaat naar het gitaarpedaal wat de galm maakt. Dus de synthesizer gaat uit, output naar input van gitaarpedaal. Gitaarpedaal maakt galm. Output gaat naar de gitaarversterker. Gaat in de input van de gitaarversterker. De microfoon voor de versterker vangt het geluid op van de luidspreker. En de microfoon uitgang gaat naar de input van de preamp of geluidskaart. Dus dan gaat het van output naar input. En zolang je die volgorde in de gaten houdt, kan het niet gek genoeg zijn, ook al sluit je 100 apparaten aan elkaar. Kan het je niet echt aanraden. Alleen al door de hoeveelheid kabels die je dan nodig hebt en wat voor bende dat wordt. Is het belangrijk om die volgorde te checken en kan je veel makkelijker, zoals ze noemen, troubleshooten. Dus als je een probleem hebt en er komt geen geluid of een raar geluid, dan ga je dat stap voor stap af en ga je eerst naar de output van de een en de input van de ander en de output van de een en de input van de ander. En als daar iets in ontbreekt, dan kom je langzaam in die volgorde het probleem tegen. Anders dan zit je misschien de geluidskaart, de gain van de geluidskaart al te draaien. Want je hoort wel geluid uit de box komen, uit je luidspreker, van je gitaarversterker. Maar er komt niks binnen en dat komt omdat er geen kabel in de microfoon zit. Als er wel een kabel in de microfoon zit en er komt geen geluid binnen in je geluidskaart of in je DAW, dan is het, gaat die kabel naar de input van je preamp of van je geluidskaart. En zo ja, staat de gain dan open. En zo ja, staat die dan op record enable. Zo heb je die stappen voordat je in Logic of Ableton Live denkt van, hè, maar er komt helemaal niks binnen. Nou is het met het opnemen ook belangrijk om je inputs in de gaten te houden. Dus neem je bijvoorbeeld een microfoon op en je gebruikt een, bijvoorbeeld zoals ik hier een Focusrite Scarlett, simpele 2 in, 2 uit. Als je dan je microfoon op input 2 hebt, dat je ook in je DAW input 2 kiest, anders komt natuurlijk geen geluid binnen.